We zitten een groep internetoplichters op de hielen die in Nederland slachtoffers maakt. That's the one there. In his inside right now, I think. So he's active now? He's active now. I've seen him already. This guy. This guy. Ja, we denken dat we hem hier zien. In a white shirt. In a white shirt. Yeah, and there are many. Oh, ze rent. They're running. They're running. UPS uit? Nou, behoorlijk. Ja, hè? Knap, hè? Zo. Vind je niet? Handsome. Woo! Somebody will be picking up this. I work with UPS also, but I'll be upstairs. Cool. I don't want to wait. I don't want to wait. So if somebody comes for a package for UPS, for Simon, can you set him up? The pool. We zijn in Nairobi, Kenia, en zitten een internetoplichter op de hielen. Gisteravond hebben we een internetcafé gevonden van waaruit hij vrijwel zeker werkt. Maar omdat we niet weten hoe die eruit ziet, moeten we hem uit de tent lokken. Hij wil nog 12.000 euro hebben van Karin, zijn Nederlandse slachtoffer. Karin heeft toen op ons aangeven naar hem teruggeappt dat ze een koerier met het geld cash in een envelop naar dit hotel heeft gestuurd. De oplichter reageerde huiverig, maar we gaan ervan uit dat hij wel komt opdagen. Er liggen immers meerdere jaarsalarissen zo voor het grijpen. De tijd verstrijkt en het blijft stil. Did someone come for a package, to pick up a package? No one came? Hoe kan dit? We laten Karin in haar steenkolen-Engels een bericht naar hem sturen. Dat ze heeft gehoord van UPS dat het geld niet is opgehaald en dat het terug naar Nederland wordt gestuurd. Simon, alias de oplichter, reageert meteen. Because I'm thinking about you and your birthday also. She said you are not going to bank. Please go to Western Union. I sent you address on how you can send the money. Werk aan de winkel voor onze computerman in Nederland. Onze computerman is briljant in Nederland. Kijk, omdat Simon alleen maar betaald wil worden via MoneyGram of Western Union, heeft onze computerman in Nederland de website van Western Union nagemaakt. Maar dan met een geheimje erin verstopt. Ik denk dat hij hier wel. Hij moet hier intrappen, dat moet bijna. Moet je kijken. Weer een locatieverklikker. En daarachter een formulier waarin hij zijn persoonlijke gegevens moet invullen. Want om het geld op te halen, moet je je namelijk legitimeren. Zou die erin trappen? We laten Karin het linkje naar de oplichter sturen. En hij hapt meteen. Hij heeft ingevuld. Nee! Hij heeft ingevuld een adres waar het geld heen moet. Met een telefoonnummer. Ehimar blessed. You know, Embakasi? Embakasi, yeah. What is it? This ain't for airport. Embakasi village. Embakasi village, yeah. That's in Nairobi. Yeah. Embakasi is dus de wijk waar die moet wonen. Het linkje is weer geopend vanaf de omgeving van dat internetcafeetje. Ehimar blessed. Tegen Karin meldt hij dat dit de naam is van een van de kapers die het geld komt ophalen. Maar wij weten wel beter. Simon Andriola is Ehimar Blessed. Als we dan op Ehimar en Blessed Facebooken, blijkt het te gaan om Nigerianen. Ze pronken met dit soort veelzeggende foto's. Of onze oplichter hier ook tussen zit, valt nog niet te zeggen. Het wordt tijd om lokaal hulp in te schakelen. I'm going to explain something to you. I can trust you or not? Trust me. Yeah. 100%. 101%. Oké. Okay. We hebben nu al 2 dagen gebruik gemaakt van een hele fijne taxichauffeur. Ik waag het er gewoon op en vertel hem het hele verhaal. Ook dat we van de tv zijn. This is what he filled in. This Nigerian name, blessed. Nigerianen. Wereldwijd bekend als de meest notoire internetoplichters.
Hier in Kenia moeten ze er niks van hebben. Omdat we natuurlijk nog steeds niet weten hoe de oplichter eruit ziet, willen we naar het internetcafé gaan en Karin hem laten bellen en whatsappen. Misschien kunnen we dan zien wie het is. Onze chauffeur moet een handje helpen. Opposite of the shop there's a parking lot. You can park there, nobody sees us. And you can see the entrance of the shop. We send this message. Can you try it again to him? Sees what happens. Just see if there, if you can see Nigerians walking around. Of course I can. I can tell a Nigerian. Precies als we arriveren bij het cybercafé is onze oplichter weer actief. Hij appt op dit moment met Karin in Nederland. Hij bevindt zich nu vrijwel zeker in een straal van 100 meter rond onze auto. Cybercafé. Cybercafé, that's it. That's the one there. And he's inside right now, I think. So he's active now? He's active now, at this moment. Hij vraagt hoe laat ze de delivery gaat doen. Zou ik gewoon zeggen soon, honey? Ja. Als het geld er is. Okay, you walk inside. Alright. Just do some internet. Ik vind dit heel erg. Nee, ik niet. Hij is gewoon een local die een internetcafé binnenwandelt. Jij en... Ja, maar hij verpraat zich steeds. Nee hoor. Yo. Dan belt onze computerman. Hij is online. Hij moet online zijn, want hij heeft weer gegevens ingevuld. Zit hij in het café? Want we staan nu voor het café. En hij wordt weer hier uitgepeild. Ja? This guy. This guy. Ja, we denken dat we hem nu zien. In a white shirt. In a white shirt. Ja, yeah, and there are many. There are two of them. Ze zijn heel actief nu. Ze zijn heel actief hier. Joe, joe, joe. Did you see anything on their screen? What they were doing? It's a cyber. It's, you know, this is a business that they feign a business, but that's not what they do. See the boys going in and out with bags and different bags? Yeah. You never can tell. That's Nigerian. Even the walking style is Nigerian. Onze chauffeur begint nu zelf ook een beetje zenuwachtig te worden. Don't do that. What? These are gangsters, you don't do that. You don't know what they have. Lijkt hier wel een broeinest van Nigerianen die allemaal druk zijn met loesje zaakjes. Maar wie van hen is onze oplichter? Het is veel te gevaarlijk om nu zo naar binnen te gaan en zijn nummer te draaien en dan te kijken wiens telefoon afgaat. It's so hard for me not to go in now. No, don't. It's so difficult. I'm telling you, don't. You're my friend, I'm warning you, don't. These are dangerous people. Doe maar niet, Kees. See the boys in, out, talking to some people. Go like they have many assignments. Yeah. If you have something interesting in your mind about this, share. This is what I was thinking. I have a friend of mine, police officer. Yeah. He works at the central police station just here. Yeah. Just behind here. Yeah. You know they're able to trace the numbers of where they are. They're able. They're able. To track. Yes. They're able to track this number. Yes. Wow. They're able to do that. Can you help us out? So if we talk to him, he tells us. The police? Yes. Zou de politie in Kenia echt zoiets doen voor ons? Ja. En hoe? Uit beleefdheid doen we de verborgen camera in het politiebureau uit. Het blijkt dat de Keniaanse politie zeer gebrand is op dit soort oplichters. Sterker nog, ik krijg tot mijn verrassing enkele agenten in Burger mee voor een observatie bij het internetcafé. Omdat we niet weten hoe men hier op journalisten reageert, jok ik dat we hier op vakantie zijn en dat mijn zus in Nederland is opgelicht. Ook vertel ik over een vriend die heel erg goed is met computers en die de verdachte hier heeft uitgepeild. Ten slotte laat ik zien wat de oplichter heeft ingevuld op de nep-website van MoneyGram. Zijn naam en zijn telefoonnummer. He is sending the IP address. It's done by a computer, a Windows computer. So I can go inside now and check. The IP of the computer I'm sitting behind. Yeah. Het net sluit zich. Als het IP-adres dat de oplichter gebruikt overeenkomt met dat van de computers in dit internetcafé, dan zit hij niet in de buurt, dan zit hij nu hier binnen. Thank you.
Hoppakee. 40, 90, 129, 159. Als we een match hebben, dan komen ze binnen en dan zetten ze hier alles vast. Lees eens wat jij hebt. 248-165-170. Is dat hem? Nee. 5 politiemannen lopen hier nu rond. Maar hij zit hier niet binnen, hij zit hier vlakbij. We weten niet precies waar. Het is een andere IP-adres. Dus we zijn nu met Danny aan het zoeken. Oké. Okay. Ja, weet je wat ook nog kan zijn, Kees? Dat er lopen allemaal draden naar boven. En misschien wel naar een wifi-station, dat ze gewoon ergens in dit gebouw zitten. I think he's upstairs in the room. Upstairs there are some small offices. Nobody can enter. Okay. They have locked doors. So maybe they are part of the cybercafé. Maar binnen en ook boven het internetcafeetje ontdekt de politie niets verdachts. We weten natuurlijk ook nog steeds niet hoe die eruit ziet. They are so smart. They are so smart. But we must outsmart them. Yeah. We must. Must be smarter than them. They make a lot of victims. Yeah. And they make a lot of money. Exactly. A lot of money. Look. This is the fake package. What we can do? That's the last thing I can think of. Dit plan vereist een kleine uitleg. 1. De oplichter kwam het geldpakket niet ophalen in het hotel. Dat vond hij te gevaarlijk. 2. Karin zou het geldbedrag terugkrijgen van UPS en het dan overmaken naar de oplichter via MoneyGram. 3. De oplichter vulde daarop een naam en een telefoonnummer in op de fake website van MoneyGram. Wat nou als Karin nu de oplichter meldt dat dat pakketje nooit is teruggestuurd naar Nederland? Dat die envelop met duizenden euro's dus door een foutje nog steeds in ons hotel ligt. En dat ze daarom de naam Ehimar Blest aan het hotel heeft doorgegeven. Plus een telefoonnummer. We can call this number and say hey, in Swahili, yeah? Or whatever. Yeah. Maybe he's not here, so he speaks English. But if you start in Swahili, you know you're a local. You can say hey, my brother is working in the hotel Meridian. West Western, and he left me this package. I don't know what to do with it, so you can pick it up or I throw it away. Hello. Habari aleo, bro. Hij spreekt in ieder geval geen Swahili. Yo, good morning. I'm talking to Himare Blessed, please. Yes, Blessed. Bingo. Yeah, I'm Benson, eh? Benson from Western Hotel, that is former Meridian Hotel, just along Mranga Road here. There is a parcel with your name here at the reception, eh? From Karim Klen, I don't know, K-L Kari, yes. I don't know how to pronounce the other name. Yes. You know how to pronounce it well. Nu weten we het zeker. Do you know where the hotel is? It's not necessary. You call my number. You can go to the reception or I organize for you. Yeah, or you call me. I organize then you pick it even if I'm off duty. Dit blijkt de gouden zet. He knows the name. He could pronounce the name well. Huh? He knows how to pronounce this name. Wow. Sure. Because me, I was not able to pronounce. And he's corrected me. Yeah. It's Karin, not Karim. Karin, oh wow. It's Karin from Netherlands. Er is een afspraak om vanavond het pakketje met het geld in het hotel op te pikken. Ondertussen houden we steeds contact met Karin. Hij blijft doorgaan. Maar nu ook nog. Ja, de hele dag is hij bezig geweest. Ja, hij is lekker druk, hij voelt geld. We gaan hem pakken. Alles staat op scherp. Buiten surveilleert een van de agenten. En wij wachten om een hoekje in de lobby. Dan word ik gewenkt door chauffeur Sam, die vanaf de bar de receptie in de gaten houdt. Highly suspect that is the guy. Yes? It's so highly suspect that is the guy. Does it look like he's shabby? Marco, Kim, hij ziet iemand. Er staat inderdaad een man die in het Engels om zijn pakketje vraagt. De hotelreceptionist laat hem even wachten en zijn vlug volgens afspraak de undercoveragent in. En
dan sta ik plotseling oog in oog met de man naar wie we al zo lang op zoek zijn. Simon Andriola, alias Ehimar Blest. Dit is hem. You're busted. I have something to show you. Ik zou hem het liefst nu naar zijn strot vliegen. Maar we hebben de politie plechtig moeten beloven dat we hier geen scène schoppen. You start crying, it's better. No. Can I ask you a question again? How do you know that the name of the lady was Karin instead of Karin? You know what? Can I see your passport? You should take it. You are not good people. Your visa is expired. You are also in Kenya illegal. Hij is illegaal. Zijn visum is verlopen. Ik mag hem nog wel even iets laten zien. De persoonlijke boodschap die we mee hebben gekregen van Karin. I show you your victim. You do very, very, very bad things. You destroy people's lives. Yes, you charm them. That's the. You charm them, you make them pay a lot of money, you say, I love you, I want to marry you, all that stuff. Oh, not you. This is the victim. It's subtitled, so you can see what she's saying. This is Karin. Wat geeft jou het recht om mij dit aan te doen? No, look at the video. Watch it. Jij hebt geen recht. En dan nog ook het woord God gebruiken. Look at the video. Check this. Nou, voor jou zal er nooit een God zijn. Echt niet. Jij komt in de hel terecht. You are playing very innocent, but you are a criminal. You are a bad criminal. Yes, not me. You too. You are a bad guy. Take away your cross. I don't want to see it. You are a criminal. Please be a man and admit it. Don't be a sissy and say not me. Yes, you. Yes, you. You are the guy. Yes. You are the suspect. We will put you in the cells until tomorrow. Then we decide your fate. Let's go, guys. Yes. En zo komt na 7 dagen een einde aan de jacht op de oplichter. We hebben hem. Okay. De oplichter opereerde niet alleen en Karin was niet zijn enige slachtoffer. De Keniaanse politie heeft ook nog een handlanger gearresteerd. Na hun straf zullen ze het land worden uitgezet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.